dit is natuurlijk misschien wel de belangrijkste competitie op koeiengebied. Dit zijn de koeien die werkelijk gewoon goed presteren. Dit zijn de koeien waar het om draait. Elke boer wil dit soort koeien in de stal hebben. Vanwege het hoge eiwitpercentage heeft de jury besloten om Willemien te verkiezen tot beste boerenkoe in de categorie. Ja. Willemien had 10.000 kilo vet- en eiwitgrens behaald. En toen werd ze uit de koppel gehaald en geschoren en gewassen. En toen werd ermee gelopen en toen zeiden we, oh wat is die koe mooi. Nou ja, toevallig kwam ook toen de beste boerenkoe langs. En toen dacht ik, doe eens gek, ik geef Willemien op. Nou, en nu staan we hier, hè? Ik was in het begin wat gereserveerd om het te doen, maar ik ben eigenlijk best wel enthousiast geworden. Als je één keer bezig bent, dan is het toch wel heel erg leuk om te doen. En ook omdat het echte verhaal naar voren komt, hè? Wat er in de praktijk gebeurt, dat spreek je gewoon heel erg aan. Wat vinden jullie van deze prijs? Ja, we zijn natuurlijk overdonderd. Dit is wel heel speciaal. We hebben met heel veel plezier meegedaan. Ik had zelf wel gedacht dat hij wel hoog zou eindigen. Kampioen had ik niet verwacht. Ik had zelf Witske op nummer 1 gezet. Dat vond ik wel een hele jeugdige koe voor zijn leeftijd. Onze koe had natuurlijk qua productie heel erg goed. En ja, dat is denk ik ook een van de redenen dat hij zo is geëindigd. En met name de combinatie productie en hoe hij erbij loopt, ja, dat is natuurlijk wel redelijk sterk. Dus we begrijpen het wel, maar de andere koeien vonden wij ook echt heel erg goed. Daar hebben we heel veel plezier aan beleefd. Dat er gewoon zulke goede koeien zijn in Nederland die je eigenlijk helemaal niet ziet. En dan boeren die allemaal trots zijn op hun koeien. Dat is gewoon leuk. Hè? Je ziet dat boeren daar plezier aan hebben. Dat het niet van die wegwerpkoeien zijn, maar dat ze zeggen van dit vinden we de leukste koe van de stal. Hij is leuk voor onze kinderen. Dat is ook het plezier aan het boeren. Hè? Je merkte bij het rondgaan ook zo mooi dat bijna overal, eigenlijk kan je zeggen op ieder bedrijf, dit soort oude koeien deel van de familie zijn. En dat gold niet alleen voor die koeien die uiteindelijk hier zijn gekomen, want wij hebben er tenslotte 30 gezien om die 17 uit te zoeken die hier zijn gekomen. Ja, indrukwekkende koe en hij heeft eigenlijk alles. Ze heeft een enorme productie. Met 36 liter, met over de 5% en heel best eiwit. En daarnaast nog heel, heel gaaf in het skelet en het uier is nog zeer functioneel. En het totale plaatje is indrukwekkend. En als je ziet bij dat bedrijf ook hoeveel navox ze daarvan hebben, hoe enthousiast ze daarvan zijn. Dat is wel heel mooi om te zien. De koe heeft een foxteer bij Kan Je Samen Staan. Daar maken we heel veel gebruik van. Wij hebben daar heel veel vertrouwen in. Wij gebruiken die stier best heel veel. We hebben inmiddels 33 dochters. 33 dochters waarvan al derde kals, tweede kals, eerste kals en jongvee. Ja, en wij geloven gewoon heilig in die vererving. Ja, wij geloven heel erg in koefamilies. Die koefamilie heeft gewoon bewezen dat het gewoon goed is. En dan in onze omstandigheden, en dat vind ik ook heel belangrijk, je moet eigenlijk stieren hebben die ook in jouw omstandigheden het goed doen. En dat bewijs is er nou geweest. En dan durven zo'n stier ook probleemloos veel in te zetten. En de praktijk is dat het ook gewoon goed uitpakt. Het zijn koeien die het gewoon gemiddeld qua productie scoren. En die qua functioneren bovengemiddeld scoren. Dus qua bouw en qua vitaliteit scoren ze echt boven het gemiddelde. En wat ook opvalt is dat het zijn ook slimme koeien. Zou ik zeggen. Het zijn koeien die gewoon alles in de gaten hebben, die gewoon slim zijn. En dat is ook een kenmerk, dat wordt in de fokkerij ook nooit meegenomen. En dat zie je bij dit soort koeien ook heel sterk ontwikkeld. En dat valt gewoon op. Willemien die is gewoon een koe die uit een fantastische koefamilie komt. Dus ook haar grootmoeder en moeder en grootmoeder die deden dit al. Dus ze heeft een enorme wil om te melken, maar ze is ook zodanig in balans dat ze die productie aan kan. Ja, en dan kan je 12 jaar oud zijn en er ook nog steeds goed uitzien. En dan kan je dus ook nog een laag celgetal hebben en dat heeft met vorm en functie te maken. Dat die koe voldoende diepte in de borstkas heeft en ze kan, een koe moet heel veel bloed rondpompen om veel melk te maken. Ja, dat daar ruimte voor hart en longen is en die koe is breed genoeg en die heeft een brede bek en die heeft veel vreetvermogen. Ja, dan kan die koe ook genoeg vreten en dan
uiteindelijk moet die melk toch ergens vandaan komen. Dus dat, die koe die moet ook kunnen vereten. De beste voor de koeien die moet je in de praktijk zien. En die moet je op basis van cijfers moet je ze bewijzen. En dit is wel een hele mooie competitie. Dus mijn complimenten. Bedankt.